Goedemiddag. Kom verder. Ja, dankjewel. Fijn dat ik kon komen. Ja? Daarna mag het uitspugen in de bak links van je. En dan is de mond hier wel mooi gedesinfecteerd en mooi schoon. Hoe is het om na 6 weken weer open te gaan? Ja, goed dat we weer mogen gaan beginnen. We hebben 6 weken inderdaad niet kunnen werken of mogen werken. Dus we hebben een behoorlijke achterstand opgelopen met de behandeling van de patiënten. Dus we staan te popelen om weer te beginnen. Vind je het prettig als ik het verdoof of zeg je liever zonder verdoving? Is het gek om in juist deze tijden bij de tandarts te moeten zijn? Het is wel heel anders natuurlijk. Zeg maar, de hele binnenkomst en je bent heel voorzichtig. Je probeert geen dingen aan te raken. Je kon keurig netjes overal je handen ontsmetten. Ja, we hebben natuurlijk de 1,5 meter maatregel die in heel Nederland geldt. Die proberen we ook in de wachtkamer na te leven. Dus we hebben de wachtkamer eigenlijk volledig omgebouwd. Aanvullend werken we met gecertificeerde mondmaskers. En we werken met spatschermen om onszelf ook zo goed mogelijk te beschermen. En ook omgekeerd de patiënt zo goed mogelijk te beschermen. Sommige dingen kun je missen als kiespijn. Hoe zit dat met de tandarts? Ja, nou, ik kom hier altijd heel graag, want ik heb al 54 jaar heb ik eigenlijk niks. Dus dat was juist zo bijzonder dat het nu in deze periode net wel fout ging. Maar ik ben heel blij dat ik kon komen, zeg maar eventjes. En dat het nu ook weer goed gerepareerd is. Oké, dat was hem. Ja, nou. Half uurtje wachten met eten.